Angels are me, angels are me. Angels are me, angels are me. Angels are me. Aan de Guigne. Gehoorzaamheid een grote deugd. Vrienden, Jezus was altijd gehoorzaam aan zijn ouders, moeder Maria en de heilige Jozef. Vandaag hebben we het over Anne, die pas 4 jaar oud was toen ze haar vader verloor in de Eerste Wereldoorlog. Op die dag besloot de kleine Anne om een heel braaf meisje te zijn en haar arme moeder altijd gelukkig te maken. Ze gehoorzaamde haar moeder zonder enige opmerking en zorgde goed voor haar jongere broertjes en zusjes. Zelfs als ze ziek was, deed ze al haar schoolwerk, gehoorzaamde ze haar leraren en was ze goed en aardig voor iedereen. Laten wij, net als Anne, altijd tegen Jezus zeggen: ik houd van u en om u een plezier te doen, zal ik u altijd gehoorzamen. Bijbelvers van vandaag. Kinderen, gehoorzaamt uw ouders, zo hoort het. Efeziërs hoofdstuk 6, vers 1. Gebedje van vandaag. Jezus, mogen uw wil geschieden. Activiteit voor vandaag. Voor de liefde van Jezus, gehoorzaam je ouders en leraren zonder enig commentaar. Angels are me, angels are me. Angels are me, angels are me.